allemaal en welkom bij Vak TV, aflevering nummer 49 alweer. En we hebben een gast. Dit is Hugo Gruijters, is docent sportcommunicatie bij ons hier op de hogeschool. En auteur van het boek Sportmarketing, dus een hele belangrijke, slimme jongen. En die hadden we ook nodig, want we hebben namelijk een vraag gekregen van Harry uit Hapert. En, nou, vertel. Zal ik me eens voorstellen dat Harry vroeg aan ons. Hij zegt, ik werk bij een MKB metaalbedrijf en we zijn wat groter gegroeid de laatste tijd. En we willen graag wat met sportsponsoring doen. En hij eindigt met help. Wat kan ik nou eigenlijk het beste doen? Staat er nog bij waarom dat die sportsponsoring wil doen? Wil hij groeien verder of zo? Verder groeien inderdaad. Dus ik in die regio wil ik toch wat bekender, wat meer... mooie ambitie. Meer zwoem. Dat is een mooie ambitie. Hartstikke interessante vraag. Weten wij een klein beetje van, maar we dachten we gaan de goeroe op dat gebied vragen. En dat is Hugo. Leuk dat je even langs zou komen. Nou, ik vind het ook leuk. En leuke vraag van Harry. Ja. Kun je Harry helpen? En blij dat Harry met sportsponsoring aan de kant. Aan de slag wil. Ja. Helemaal goed. Ik kan zeker Harry helpen. Ik denk dat Harry eerst moet nagaan wat hij als doelstelling heeft. Hè. Je hebt het over naamsbekendheid. Ja. Nou, dat kan, maar ik ben eigenlijk niet meer helemaal enthousiast over naamsbekendheid genereren. Wat dan? Want het is een business-to-business bedrijf. En wat heb je aan om een bordje bijvoorbeeld langs een voetbalclub in de regio neer te zetten. En dan maar hopen... Dat iemand het ziet. Wat wil jij dan naartoe? Meer naar relaties bouwen? Ja, ik denk bij business to business is het heel belangrijk dat ze uiteindelijk een relatie opbouwen met hun toekomstige klanten of andere bedrijven die iets voor hun kunnen betekenen. Mm-hmm. Nou, je hebt verschillende businessclubs natuurlijk, ook in de regio Hapert, de Kempen, Eindhoven. Dan kun je denken aan betaald voetbalorganisaties. Ik weet niet wat het budget is van Harry. Mm-hmm. Zelf ben ik al wat jaren actief bij FC Eindhoven en die hebben een hele... regionale businessclub die heel erg op Eindhoven en de Kempen is gericht. Yeah. Waar heel veel kleinere MKB-bedrijven zitten, mm-hmm. die veel voor elkaar betekenen. Die rondom een wedstrijd netwerken, die veel bij elkaar komen met netwerkbijeenkomsten, georganiseerd in dit geval door die BVO. Maar je raadt dus Harry aan om echt anders te denken dan dat traditionele van nou, we plakken een naam op een voetbalshirt en dan kent iedereen ons. Van, denk veel slimmer na, met wie wil je de relatie leggen en wat zijn dan de samenwerkingsverbanden van regionale business die al rondom bepaalde sportclubs in werking zijn. En treedt daar toe. Ja, maar je moet eerst naast die doelstelling ook naar je doelgroep kijken. Er moet een match zijn tussen de sponsor, in dit geval dat metaalbedrijf van Harry uit Hapert, mm-hmm. en het sponsorobject. Dat kan een betaald voetbalorganisatie zijn. Dat kan een... hockeyclub. Bijvoorbeeld. Boksen, vechtsport. Maar dan noem je meteen een paar voorbeelden waarbij ik denk, oké, een match betekent dat die doelgroepen overeen moeten komen. En ja. In de metaalindustrie, als je levert aan andere, bijvoorbeeld bouwbedrijven, dan zie ik niet meteen bijvoorbeeld een match met hockey of boksen. Hè. Kijk gewoon wat de interesses is van in dit geval die business-to-business doelgroep. Wat voor sporten vinden zij gaaf? Wat doen ze voor sporten? Mm-hmm. Bij welke sportevenementen komen ze? Bij welke sportclubs komen ze? Waar voetballen bijvoorbeeld, hè, want ik denk de voetbal in volkssport nummer 1, dat dat zeker een match zou kunnen zijn. Waar sporten hun kinderen? Nou, dus je zegt echt eigenlijk inleven in die doelgroep waar je uiteindelijk wil verkopen. Daar ga je kijken en ga je daar proberen te integreren om in contact te komen met die doelgroep van je. Ja, dus eerst moet je een hele goede doelgroep analyseren en in dat opzicht is sponsoring niks anders dan marketing of marketingcommunicatie. Mm-hmm. Die doelgroep is leidend. Eerst goed weten wie is je doelgroep. Okay. En hoe kan ik nou in dit geval op sportsponsorgebied, business to business, met die doelgroep in contact komen. Zodat die bedrijven uiteindelijk, dat is je doelgroep, interesse gaan krijgen in... in jou natuurlijk. In jou en uiteindelijk zaken doen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook even moet kijken naar jezelf en de waarde van zo'n sport. Tenminste, als ik denk aan boksen, nou, voor veel mensen is dat natuurlijk redelijk agressief. Ja. En als je zelf, bedrijf bent met de caregiver als archetype, heb je ooit gekozen bij je merk, dan gaat dat ook wringen, toch? Of niet? Ja, en er bestaan ook risico's bij sportsponsoring. Hè? Op het moment dat jij als sponsor een sponsorobject sponsort, nou, heel veel sponsoring hier benoemen we. Helemaal goed. Mooi woord, dan moet je niet, of het nou een sporter is of een club, als die slecht in het nieuws komt. Dan heb je dat meteen op jouw merk, ook op dat metaalbedrijf uit Hapert, krijg jij ook een slechte naam. Dus je moet zorgen
Stel, je zegt, mijn doelgroep zit heel veel in die vechtsport, kan. We gaan een vechtsportgala, die zijn er diverse. Mm-hmm. Ook in de regio gaan we sponsoren. Maar als het uit de hand loopt en je bent daar sponsor, dan heb je een probleem. Dan straalt het af. Ja. Okay. Dus dan hebben we goed kijken naar je doelstelling, wat wil je nou precies bereiken. Heel goed kijken naar doelgroep. Goed kijken ook naar wat past bij jezelf als bedrijf en een goede risicoanalyse erbij. En dan ben je al heel eind op weg. Ja, maar het allerbelangrijkste en gelukkig, we leven in 2018, is dat veel beter dan in het verleden. Sponsoractivatie is ook heel belangrijk. Wat je ook gaat doen, het is leuk, stel, het is mijn clubje, Blauw-Wit, FC Eindhoven, je wordt daar sponsor. Mm-hmm. Nou, vaak in zo'n sponsorpakket zit toch een bordje, ledboarding langs het veld. Daar moet je niet om doen. Je moet zorgen dat je bij elke thuiswedstrijd, bij elke netwerkactiviteit buiten die wedstrijden aanwezig bent om te netwerken. Maar ook samen met FC Eindhoven te kijken hoe kunnen we nou toch, ook met die naamsbekendheid, leuke dingen samen doen. Die voor beide partijen uiteindelijk positieve PR opleveren. Of PR is meestal positief natuurlijk. Denk aan Feyenoord en Opel die heel veel leuke dingen samen hebben gedaan. Ja, bijvoorbeeld voor de Hartstichting. Dat is een hele mooie activatie en dat is natuurlijk niet te vergelijken qua orde van grootte. Maar met het budget van Harry kun je ook leuke dingen doen. Het is niet alleen maar zelf aanwezig zijn bij die businessclub, bij die netwerkbijeenkomsten. Nee, zelf dat ook bordje, veel meer actief aan de slag. Ja, okay. Maak er wat van. Maak er wat. Nou Harry, dat wordt aan de gang denk ik toch. Ik denk dat Harry misschien wel genoeg informatie heeft of niet, jongens? Nou ja, anders moet hij Hugo bellen. Ja, inderdaad. Bel Hugo anders even. Nou Hugo, dankjewel voor je uitleg hier voor Harry. Harry, we hopen dat jij wat verder op weg kunt en een besluit kunt nemen over jouw sponsoractiviteiten. Dan mocht je nu ook een vraag hebben, schroom dan vooral niet en stuur hem hier naartoe. En dan nemen wij hem in behandeling, toch? Zeker. Oké, dankjewel voor het kijken hè. En dankjewel Hugo. Doei. Graag gedaan. Doei. Doei.